Alright, goedemiddag iedereen. Zoals David al zei, is het een e-snack met chips, maar inderdaad niet van Lay's of van Crocky of zo, maar van Google Workspace. De smart chips, ik ga daar straks uitgebreid voorbeelden van geven, is eigenlijk een eerste stap van Google om zijn applicaties beter met elkaar te laten praten. Dus nu applicaties, daarmee bedoel ik Sheets, Docs, Slides. Al die applicaties om die beter met elkaar te integreren. Dat project van Google heet Smart Canvas. En die smart chips zijn nu eigenlijk een eerste stap in heel dat proces. Welke veranderingen er nog zitten aan te komen, dat ga ik straks laten zien. Ik ga even mijn scherm delen. Normaal gezien ziet iedereen mijn scherm nu. Yep. Dus wat zijn de smart chips, betere samenwerking tussen Google Workspace en de stap richting dat smart canvas? Hoe? Eigenlijk heel eenvoudig, door iets wat we allemaal kennen, en dat is via het @-symbool. Ik ga daar een voorbeeldje van geven. Ik ga een ander scherm delen. Voilà. Dat is nu gewoon kort een document in Google Docs dat ik heb gemaakt. En die smart chips zitten verscholen achter het @-teken. Dus als ik in Google Docs gewoon de @-type, dan zie je dat hij daar al direct een aantal suggesties geeft. En op dit moment heeft smart chips hebben die betrekking op mensen, bestanden, datums en agendaafspraken. Zoals dat je hier kan staan. Als je dat straks wil proberen, kan altijd naar een Google Doc bestand gaan en gewoon @-typen en je krijgt hier direct die suggesties. Wat is daar nu interessant in? Ik ga gewoon bijvoorbeeld een planningstabel eens kort maken met die smart chips. Ik moet tegen donderdag een workshop van NT2 klaar hebben. Dus, en die heet communiceren met anderstaligen. Voilà. Ik ga dan ook direct even sluikreclame maken voor de workshop van NT2. Communiceren met anderstaligen. Die moet tegen donderdag klaar zijn. Dus ik heb nu gewoon @ getypt en dan de naam van die workshop. En je ziet dat daar niet gewoon de naam in staat, maar als ik dan met mijn cursor over ga staan, dan verschijnt hier direct die workshop, komen een paar gegevens uit de drive. Ik ben de eigenaar, wanneer de laatste wijzigingen zijn geweest. En dan, wat ik zelf enorm handig vind, is hier die knop voorbeeld openen. Als ik nu daarop klik, dan krijg ik hier naast mijn Google Docs gewoon ook direct die presentatie waar ik door kan gaan. Het grote voordeel daarvan is dat ik niet nog een extra tabblad moet openen. Dus dat ik eigenlijk alles in één tabblad in mijn browser kan bekijken. Dus ik kan, stel nu dat ik het scenario voor die workshop hier wil uittypen, kan ik hier gewoon in beginnen typen en heb ik de workshop hier op hetzelfde scherm naast mij en kan ik daar zo doorgaan. Dat is eigenlijk al één smart chip. Dat is een smart chip die linkt naar bestanden die in de drive staan. Waardoor dat je eigenlijk op één tabblad in één document met een Google presentatie kan werken of met een Google Docs kan je daar ook insteken. Je kan dat groter en kleiner maken. En als je zegt van ik wil het toch bewerken, kan je heel makkelijk gewoon hier op klikken en dan gaat die voor jullie verdwijnen. Maar bij mij opent die dan op een ander tabblad, die presentatie. En dan kan ik er toch hier ook verder aan werken. Dus dat is al één smart chip en dat is de smart chip die linkt naar bestanden. Dus hoe doe je dat? Door gewoon @ te typen en dan de naam van jouw bestand in je Google Drive. Nu, je wordt daar ook wel in geholpen door Google zelf, want die weet natuurlijk, die weet met welke bestanden jij op dat moment bezig bent. Daar zit een heel slim systeem achter. Die weet bijvoorbeeld ook met wie dat bestand gedeeld is. Dat is met mijn collega Gert. Dus als ik nu de suggestie @ doe, geeft die bij mensen direct mijn collega Gert, met wie dat ik die workshop aan het maken ben. Dus het systeem is zo slim dat dat ziet van oké, dat bestand wordt met die persoon gemaakt. En voilà, ik ga Gert toevoegen aan de planning. Wat krijg ik nu? Het voordeel van die smart chip is terug dat je niet alleen zijn naam krijgt, maar ook wel direct zijn gegevens van mijn collega. Ook hier, zoals dat je bij dat document dan nog groter kon maken om echt naar een apart tabblad te gaan, kan je hier ook klikken op gedetailleerde weergave openen en dan komen wij op de contactpagina. Maar dat is wel handig, zeker stel nu dat je in een vergadering zit en je zet al die mensen daar op die manier in. Eigenlijk is dat gewoon dat @-symbool voor de naam typen
En je zoekt achteraf, je moet iets vragen aan een van de collega's, dan kan je gewoon terug naar het verslag gaan. Je ziet, je gaat met je cursor over de namen staan, je hebt direct al die contactgegevens. Dus dat is ook wel een hele handige. De opties die je dan ook direct hebt, is om daar een e-mail naar te verzenden, chatbericht te sturen, videogesprek te starten en om daarmee een afspraak in je agenda te plannen. Dus eigenlijk gewoon door heel kort die ad voor een naam te zetten, krijg je al direct een heel pak opties. Ook opnieuw om die integratie tussen al die verschillende Google Apps beter te maken. En terug het handige dat je echt vanuit dit document kan vertrekken om verschillende zaken te doen. Wanneer moet die workshop klaar zijn? Dat is een bepaalde datum. En Google geeft zelf al direct een paar suggesties. Maar stel nu, ik kan zeggen de datum van vandaag. En dan geeft hij hier direct de datum. Maar ik kan ook zeggen, ah, ik wil het echt op een specifieke datum. Dan kan ik datum selecteren. En bijvoorbeeld zeggen, 2 september. Dan wil ik die workshop klaar hebben. En we gaan die checken op het regionaal overleg van NT2. Dus dan heb ik terug ad. Ik weet dat ik binnenkort een afspraak heb van het regionaal overleg NT2. Regionaal overleg en agendaafspraken geeft dat hier direct aan. Voilà. Regionaal NT2 overleg. Dus er zijn direct al 2 andere toepassingen met die smartchip. Dus je hebt een datum die je daarin kan zetten. Het voordeel hieraan is dat je direct ook de optie hebt om een vergadering in te plannen. Dus stel dat je een planning hebt met bepaalde deadlines, kan je van hieruit ook vertrekken. En je zet die afspraak daarin, daar komen direct de afspraakdetails ook bij. Dus eigenlijk heb je hier al enorm veel heel makkelijk toegankelijke informatie in één tabel, waardoor dat je geen 5 verschillende tabbladen moet openen, maar dat echt gewoon alles hier in die tabel staat. Dat is 1 toepassing van de smartchips die wel redelijk handig is. Nog iets handig is, voor de oplettende kijker heeft gezien dat als ik Gert zijn naam erin had gezet, dat Google direct zegt van, ah, pas op, want je hebt hier een naam gezet, maar die persoon heeft nog geen toegang tot dat document. Dus je moet daar zelfs aan denken dat je die persoon toegang moet geven tot dat document. Wat dan wel handig is om zo niet te vergeten wat dat er, met wie dit nog gedeeld moet worden. Klaar, samen met die smart chips heeft Google ook de selectievakjes geïntroduceerd. Dus als ik nu daarop klik, krijg ik hier een selectievakje. Als ik dat wil, kan ik dat hier ook afvinken. Die selectievakjes kan je ook nog gebruiken. Ik kan nog eens een ander voorbeeld geven. Stel dat je een checklist wil maken. Bijvoorbeeld voor deze e-snack moet ik David... Ja, dat is nu zo'n beetje het proces hoe dat loopt bij zo'n e-snack. E-snack, David antwoorden dat ik de e-snack wil geven. Oei. Voilà, als ik op enter duw, maakt hij direct een automatisch vakje aan. Dus meet in plannen op het bepaalde datum. Waarop dat we dan bespreken wanneer, wat er in die e-snack moet staan. Dan mijn presentatie rond smart chips afwerken. En dan nog. De afspraak, voilà, ik moet geven. Dat is een handige checklist, omdat daar direct de contactpersonen in staan, datum, documenten, agendaafspraak. En als ik dat dan wil doen, dan is het heel makkelijk, dus gewoon afvinken. Oké, David is verwittigd, meetingplannen, smartchips is afgewerkt. En straks vink ik dit hier ook af. Bedenk mij juist dat dat een mooie einde had geweest van mijn presentatie. Maar niet te laat. Inderdaad. Dus ik zal het terug even ontvinken. Hier zijn een paar voorbeelden van die smart chips. En zoals ik daar juist al had gezegd, zijn die smart chips eigenlijk 1 stap in de richting van dat smart canvas. Dus van dat hele project van Google om die applicaties nog beter met elkaar te integreren. Ik ga terug even mijn presentatie delen. Ik ga presenteren. Dus een paar voordelen die ik daar juist ook al heb aangehaald. Dat je kan alles vanuit die documenten starten. Dus je hoeft geen 20 tabbladen open te zetten. Alle informatie staat mooi in 1 document. Waardoor het makkelijker maakt om te linken naar documenten, afspraken, personen. Dus naar efficiënt werken toe of zaken terugvinden is dat wel zeer handig.
Wat staat er nog op het programma van Google voor de komende maanden? Oké, Karin, bedankt dat je het zegt. Ik zal dat straks weer even laten zien. Of nee, ik kan het direct laten zien. Voilà. Dus die checklist, je ziet hier van boven bij Google documenten. Hier die aanvinkvakjes staan. Dus waar je normaal ook opsommingstekens kan zetten. Daarnaast staan van die vakjes, van die vinkjes. En als je daarop klikt, dan maakt hij direct een checklist aan. En dan kan je iets typen. En net zoals bij normale opsommingstekens, als je dan op enter duwt, kan je iets anders typen. En zo maakt hij automatisch die aanvinkvakjes. Je kan die ook afvinken door gewoon op het vakje te klikken. Voilà. Wat als, als ik me niet vergis, bestonden die niet in docs, maar wel in spreadsheets, hè? Die checklist vakjes. Ja, ja, klopt. Die bestonden inderdaad in spreadsheets. Maar in spreadsheets is het een andere functie, en dat is met invullen. Ja, ja. Inderdaad. Dat is graag gedaan, Karin. Ja, en ik vind die aanvinkvakjes zelf ook wel handig voor, zeker als je zo met veel bezig zit of veel van dezelfde procedures moet volgen. Ja, Miek, klopt. Inderdaad, in Keep heb je ook aanvinkvakjes. Het voordeel van die aanvinkvakjes in Google Docs is dat je er ook meer... Je kan het echt integreren in een document zelf, die checklist. Wat dan wel een voordeel is. Maar ik ga even teruggaan naar de presentatie. Om eens te kijken wat Google nog voor ons in petto heeft de komende maanden. Dus het gaat hier echt niet over jaren. Google zet het op zijn website zelf als wat rolt er de komende maanden nog uit. Er zit geen klank bij het filmpje, dat is normaal. Ik ga misschien even mijn beeld groter zetten. Dus je ziet hier, ik ga af en toe even passeren ook. Dat is wat je daar juist hebt gedaan, die ad. Maar hier zie je ook al building blocks staan. Wat dat eigenlijk inhoudt, dat Google er in de toekomst ook een soort schablonen gaat inzetten. En dat is wat de persoon in het filmpje nu gaat laten zien. Dus bijvoorbeeld een brainstorm schabloon. En dan krijgt hij al direct eigenlijk een voorgetypte tekst. Hier zie je ook dat hij die smart chips er nog in aan het zetten is. Nog iets wat dat interessant kan zijn, is wat je hier ziet, wat dat ze willen integreren. Votes, dus dat je bijvoorbeeld zoals bij Facebook, dat je duimpjes en likes kan geven. Dat je dat ook in Google documenten gaat doen, om bij brainstorm sessies bijvoorbeeld, om bepaalde ideeën, alleen om daarover te beslissen. Next steps, dat is die checklist die we daar juist ook bekeken hebben. Dat kunnen we nu dus al. Hier gaan die ook mensen toevoegen. Je gaat ook minder gebonden zijn aan het formaat van een document. Oké, even wachten. Ja, dus dat is iets wat we nu ook al kunnen doen. Hè. Naast de deelknop bij ons in documenten, zie je nu ook die knop om bestanden te presenteren, rechtstreeks in een presentatie. Dus je kan nog altijd via Meet naar een bestand gaan, maar je kan nu gewoon ook direct via je bestand, ik zal het anders even laten zien, als je hier op die knop klikt, heb je de optie presenteren in een vergadering. En dan kan je hem meteen vanuit jouw bestand presenteren in een bepaalde vergadering. Dan krijg je hier de vergaderingen, alleen de meets die er op dat moment gepland staan. Oké. Even verder kijken. Felix, over die knop, hè. Als ik me niet vergis, dan wordt dat document dan als een extra deelnemer in uw meet getoond, denk ik, hè? Ja, klopt. Dat betekent dat je dan ook verschillende documenten in dezelfde meet op die manier kunt toevoegen, of niet? Want ik heb het zelf nog niet uitgetest, dus dat is mijn vraag. Ik kan het anders straks direct eens proberen, ik weet het ook niet. Ja, want dat heeft op zich wel het voordeel dat je dan niet moet zitten met je schermen zitten. Ja. Als je verschillende toepassingen tegelijk wilt kunnen tonen in je meet, moet je niet de hele tijd switchen en tablet en... We kennen allemaal de problemen die daar... Ja, dat zou inderdaad interessant zijn. Kunnen ze straks wel eens uittesten, anders gebeurt ook een paar. Ja, zeer goed. Bestanden staan. Als we dan terug even gaan kijken, zie je dat is ook iets wat dat al kan. De personen die je dan ziet in het bestand, is ook iets waar redelijk wel mensen naar uitkijken, denk ik. Om dat op één scherm te doen. Voilà, als je iets wilt toewijzen aan bepaalde personen,
kan je dat daar ook in doen. Voilà, dat was het promofilmpje. Ik ga even stoppen met delen. Dus dat was eigenlijk in een, ja, het is echt een korte e-snack, de smart chips, en nog een blik vooruit wat er nog allemaal in de pijplijn zit van Google en waar we onze komende maanden aan gaan kunnen verwachten. Ook, zijn er mensen die nog vragen hebben? Chantal vroeg over die presenteerfunctie, of dat dat betekent dat je kan presenteren en toch je deelnemers blijft zien. Ik denk van wel, maar dan gaat je denk ik moeten vragen aan de deelnemers om het scherm van het document dat je gedeeld hebt zelf te pinnen. Ja, ik kan het eens proberen. Hè. Ik zal even mijn tabblad delen. Dus ja, ik zie nu eigenlijk hetzelfde als daarnet. Ik heb gewoon op mijn e-scherm staan jullie open, staat de Meet open en mijn ander scherm staat de presentatie open. Dus als je zegt van ik kan het niet alle twee tegelijk zien. Op één scherm, natuurlijk nu wel op mijn twee schermen. Dus wat ik zei, ik denk dat je, als je je deelnemers wilt blijven zien, ga dan de deelnemers moeten zeggen, ik heb mijn scherm gedeeld via die smart chip. En dan moeten zij in de meet kiezen om dat beeld te zien en u niet. En jij kunt dan wel uw deelnemers blijven zien, denk ik. Ja. Ja, dat wel. Dan direct ook eens proberen dat ik twee bestanden tegelijkertijd kan presenteren in een meet. Ja. Dus ik ben nu een document aan het presenteren. En als ik dan een presentatie zou willen delen, dan zie ik wel dat ik er twee keer in sta. Eén keer met de presentatie en één keer... Allee, tussen de deelnemers sta ik er dan twee keer in. Eén keer met de presentatie en één keer met het Google Docs document. Ja, en de deelnemers inderdaad. Ene keer jij en twee keer een gepresenteerd scherm. Ja, dan is het inderdaad aan de deelnemers van de meet om een bepaald tabblad te pinnen. Ja, inderdaad. Maar ja, het biedt toch al wat meer mogelijkheden, want ik weet dat voor meer mensen wel lastig was om de deelnemers niet meer te zien terwijl ik iets presenteerde. Dus, ja. Ja, dus Lies vraagt of dat ze de opname kan vanaf de start bekijken. Dus ja, dus alles wordt opgenomen en gepost op ons YouTube-kanaal. En je kan het ook terugvinden via ons cursus, onze Data Studio. Maar duurde even. Op onze intranetpagina waar al ons cursusmateriaal staat, staat ook een link naar diezelfde YouTube-film. Dan vraagt Benny, kan je al PowerPoint-presentaties of Google-presentaties omzetten naar Jamboards? Dat weet ik niet, maar Felix is goed in Jamboards, dus als iemand het ja, wil... Allee, ik rechtstreeks omzetten, converteren aan een Jamboard, niet. Maar wat ik doe is, dat is redelijk om, allee, nu op dit moment omslachtig, ik hoop dat ze in de toekomst gaan veranderen, is de dia downloaden als een afbeelding en als achtergrond uploaden in een Jamboard. De workaround. Ja. Ja, maar wat we ook kunnen doen is de PowerPoint delen met iedereen en dat als Jamboard gebruiken. Hè. Ja. Ging dan Google zelf aanraad. Ja. Dus niet switchen naar het programma Jamboards, maar Google Presentations gebruiken als Jamboard. Hè. Dat is wat Solange zegt. Ja, we hebben met verschillende Google trainers vorige week een bootcamp gedaan om te slagen voor Google Certified Educator. En we zijn er met een aantal ook in geslaagd. En daar hebben we geleerd dat ze in het onderwijs presentations eigenlijk een beetje als een Jamboard gebruiken, veelal. Daar verschoten wij wat van, want wij zien presentations echt als de tool om presentaties te geven in bedrijfscontext. Binnen onderwijs gebruiken ze dat eigenlijk helemaal anders. Maken ze schema's van de leerlingen in de klas en weekschema's en dagschema's en weet ik wat nog allemaal, met linkjes naar verdere slides. Dus eigenlijk een beetje Jamboard in presentations. Dus voilà, weet dat het kan op die manier ook.
Oké, ik ga eens kijken of ik vragen gemist heb. Die beveiligingsupdate van Google ga ik ze biedt bespreken als we de opname gestopt hebben. Als er geen vragen meer zijn over de inhoud van vandaag, dan zal ik het daar eventjes over hebben. Als er nog vragen zijn over de smart chips op zich, of geen iets wat vragen, te maken geen zijn? Vraag, maar wel een uitbreiding. Mm-hmm. Dus die blocks waar dat Felix van spreekt, bestaat ook op smartphone. En dat zijn dus eigenlijk van macro's. Dus dan kan je bijvoorbeeld aan een zin koppelen wat er moet gebeuren. Bijvoorbeeld een mail sturen of een sms sturen. Bijvoorbeeld ik zeg ik ben later. En dan wordt dat automatisch een sms bijvoorbeeld naar een bepaald persoon gestuurd. Dus ook gekoppeld met IoT kan er ook heel veel ondertussen. Dus zet mijn temperatuur in de badkamer op zoveel graden. Kan je dus ook allemaal blocks van maken. Dus blocks, Google ziet dat als een soort macro. Dus allemaal taken achter elkaar, die dus over alle Google-applicaties heen gaan. Dus dat bestaat ondertussen al op smartphone, dat noemt Create Action Block. Ja. Gewoon als toevoeging. Thanks. Ja, top. Ja, misschien voor de mensen die zich afvragen van hoe weten die mannen toch allemaal wat dat er zit aan te komen? Ga ik even de link posten naar het blog, Google blog, met de workspace updates. Dus elke update van Google Workspace wordt daar aangekondigd een aantal weken vooraf, soms zelfs langer. En als je dat regelmatig een keer bekijkt, dan weet je wat er zit aan te komen bij Google van nieuwe ontwikkelingen. Je gaat daar ook zien dat er dan op een bepaald moment wordt gezegd van dat wordt vanaf dan uitgerold. Vanaf die datum moet het toch nog altijd minstens 2, 3, soms 4 weken tellen. Want eerst wordt het uitgerold gewoon in Google en daarna in Workspace, maar daarna moet het bij ons nog uitgerold worden binnen het domein VDAB. Dus dat duurt altijd een beetje langer. Maar zo kunnen we wel zien wat dat eraan komt. Natuurlijk volgen wij dat ook en proberen we dat soort nieuwigheden hier te verwerken in de e-snacks. Daisy zegt, ik ben nog niet mee hoe je kan presenteren en uw deelnemers nog zien. Ja. Lastige is dat we dat niet echt kunnen demonstreren. Hè. Ik zal proberen helder uit te leggen. Felix en Solange mogen helpen als ik vastloop. Dus met die smart chips kan je vanuit een Google document zeggen, ik wil dit document nu in de Meet presenteren. Dat is wat Felix straks getoond heeft. Maar dat scherm wordt dan de nieuwe deelnemer in de Google Meet. Wat jij dan kan zeggen aan uw deelnemers is, ga kijken in de deelnemerslijst en zet dat scherm dat ik nu gedeeld heb met het document vast als uw scherm dat je ziet in de Meet in het groot. Want dat gebeurt niet automatisch, hij gaat automatisch naar de spreker gaan. En jij kan dan als lesgever, als spreker, wel blijven naar de deelnemers kijken. En toch tegelijk zeggen tegen hen van kijk op het document dat ik gedeeld heb daarnet. Ik weet niet of dat ietsjes duidelijker was. Ik heb mijn best gedaan. Oké. Zoveel te beter. Goed. Zijn er nog vragen over de smart chips op zich? Of dingen die ermee te maken hebben? Als dat niet het geval is, ga ik zebiet de opname stoppen en dan hebben we over die een update. Anne heeft nog een vraag. Ja, ik heb het begin van de meeting gemist. Dus kunnen we in elke Google Docs die e-snacks gebruiken? Of? De smart chips bedoel je? De smart chips, ja. Dat denk ik wel, hè, Felix. Mijn geluid stond nog af. Nu is het in Docs, alleen Google Docs, sowieso. Als je het gaat doen in presentaties, dat gaat nog niet lukken. En in spreadsheets ook nog niet, dacht ik. Presentaties weet ik zeker dat het daar nog niet in lukt. Omdat dat de bedoeling is om, wat we nu eigenlijk gelimiteerd zijn door de A4-formaat van ons document, als dat Smart Canvas uitgerold gaat worden, gaat je dat ook ongelimiteerd groot kunnen maken, zodat je eigenlijk één interactief bord hebt waar dat je presentaties, je spreadsheets, je contactpersonen, je checklists allemaal op kunnen komen. Ja.
Er wordt nog gevraagd van, kan dit ook met PDF? Ik denk dat je wel kunt verwijzen met een smart chip naar een PDF die in je drive staat. Ja, inderdaad. Maar dat is het, hè. Je kunt niet vanuit een PDF een smart chip instellen naar iets anders, hè. Dat gaat niet. Ja. Benny vraagt of Felix zijn presentatie kan delen. Felix, als je dat ziet zitten, kunnen we dat nu even in de chat doen. Sowieso wordt ook alles wat dat we, zowel de opname als de presentatie, komt in ons overzicht van cursusmateriaal op intranet. En dan vraagt de link in de chat zetten. En dan vraagt Aniek nog, hoe speelt de ad een rol in het presenteren van een doc in een meet? Daar is niet een ad, daar is die knop, hè, die je moet gebruiken, Felix. Misschien dan nog even tonen. Ja. Voilà. Ik ga de link ook direct in de Google Meet zetten. De link naar de presentatie. Ik ga nog mijn scherm even delen. Dus nu heb ik gewoon op de klassieke manier. Het is nog even aan het laden. We zien het, hè, Felix. Oké. Dus nu heb ik nog gewoon even op de klassieke manier mijn scherm gedeeld. En als ik nu... het rare is dat ik volgens mijn laptop mijn Google Doc aan het presenteren ben en dat ik in de Meet een presentatie zie. Wij zien de presentatie. Ja, misschien moet ik die een deelnemer van u eruit gooien of zo. Ik zal even switchen anders. Ja. Het kan zijn dat ik er al te veel in sta. Ik zal even stoppen met delen ook anders. Het is opnieuw proberen. Dus eigenlijk die een ad staat los van presenteren. Hè? Die een ad dient om in uw Google Docs linken te leggen eigenlijk. Op een wat meer geavanceerde manier. En het presenteren is die knop rechtsbovenaan. Ja, ik zal hem even laten zien. Normaal gezien heb ik... Allee, hoop ik dat het nu wel lukt. Ik zie het bij mij nog niet verschijnen. Wij zien uw document nu. Oké. Ja. Dus heb je hier... Dus dat is het verschil tussen de ad die je hebt... En dan krijg je verschillende smart chips, mensen, bestanden, datums of agendaafspraken. Maar als je wilt delen, heb je hier de knop ook. Naast de knop delen om het bestand zelf te delen, maar als je wilt presenteren, dan klik je hierop. En dan ziet hij direct in welke meet je zit. En dan klik je op tabblad presenteren aan vergadering. En nu, het is een beetje dubbel. Ik ben nu al aan het delen via de Meet, maar nu vraagt hij of ik het nog eens wil delen. Voilà, dus ik heb nu gewoon op die knop geklikt en dan zie je dat dat hier blauw is geworden, wat dat wil zeggen dat ik dat tabblad aan het delen ben. Dit document aan het delen ben echt vanuit het document en niet vanuit de Meet. En nu ga je mij daar ook nog als een extra persoon ergens zien in staan. Ja. Dus als je de aanwezigheden van je meets wilt opkrikken, gewoon 5 bestanden delen, direct 5 personen bij. Inderdaad. Dan vraag Raf nog om een persoonlijke workshop bij u te volgen, Felix. Om te zien hoe groot de digitale... Ik denk dat het een beetje half lachend gezegd is. Ik denk dat Raf wil zeggen dat hem dit niet gebruikt momenteel, of niet gaat gebruiken, of wat dan ook. Het zijn suggesties uiteraard. Het zijn dingen die kunnen. Het zijn nieuwe features die we ons willen tonen. En het is allemaal aan uzelf om te zien of dat iets voor u is. Wij proberen dat soort dingen graag uit. En vaak merken we toch ook dat we er tijd mee winnen. Nee, toch niet. Dus ik heb eraf verkeerd voorzien. Ik wil een door de weekse workshop volgen bij Felix. Dan ga ik Felix laten zelf maar afbespreken. Stuur gerust een mail eraan als je vraagt. Voilà, hebben we bij EWS ook wel een redelijk goed aanbod. Ja. Waar alles in staat. Maar stuurt gerust een mailtje eraf. Ja,
dan helpen we u anders wegwijs maken in, het, in ons aanbod, want het is ook een groot aanbod geworden ondertussen. Heel interessant. Ja, ook andere teamleden moeten digitaal mee zijn. Ja, maar ja, dus het, als je het voorbeeld geeft, wordt dat automatisch gemakkelijker opgepikt wel. Dat is mijn ervaring. Dus in een meeting zo'n dingen doen en dan vragen krijgen van hey, hoe heb je dat gedaan? Ja, dat is ook een leermoment, dus zo doen wij dat regelmatig met collega's. Voilà. Goed. Als er geen vragen meer zijn over de smart chips, dan gaan we de opname afsluiten. Ga ik het nog even hebben over die security update van Google Drive. Ik ga dus eerst de opname stoppen.